Ja. Das ist jetzt nicht zu laat um zu tun, was ich echt will. Das ist ein Jungsdong. Ich brauche noch eine Kiste. Ja? Ja. Und dann hatte ich Pellets over van de Westad. Westad noem ik dat altijd van het bedrijf. Ja. En van het bouwbedrijf. En toen moest ik hem opruimen. En toen heb ik de kist al van gemaakt. Oh. Toen had ik alleen maar Jozef en Maria geleased. Ja. Voor het verdrag. Die ja, als ze die nu kapot maken of dit of dat. Vorig jaar had ik een andere Jozef en Maria. En deze groep heb ik nou gekocht dit jaar. Oh. En je nodigt iemand uit om te komen kijken of hoe werkt dat? Nee, ik schrijf de Oostop, de stem, het karton. Oh. De flyertjes van mond tot mond reclame. En dan heb jij bepaalde uren ze mogen komen kijken, of gewoon op afspraak? Hij is open, staat er. Oh ja. 8 december. Ja. De kerstverlichting moet er nog in. Bovenop kleurlicht. We gaan het direct van de naad kijken. De oude werkplaats? Ja. Ja, dat was het. En daar was het wel verhaal om de kinderen en nog iets dingen. Oh ja. En daar staat Theo verleest op. En hier schrijven ze verhaal erin. Er staan allemaal al dingen in van 2 jaar geleden. Dat was dat. Ja, en dan als je dat leest. Ik laat de camera lezen. Ja. Dat is tot 8 januari. Tot 8 januari? Een maand. Ja. Dat is toch en dus heel veel mensen weten het. Ja. Daar kunnen kleine kindjes kunnen de eten geven. Ja. Krijgen we met een bakje, als ik toevallig een beetje straks in de kop dat er in de week. Kippen? Ja, ik kan ook nog even achterkijken. Ja. Zo lopen we. Het leven tellen de momenten, maar niet de minuten. Geniet van elk moment, want er is veel te beleven. Op de wereld tenminste, niet alleen hier. Deze tussen.